Ik liep een beetje vast bij mijn werkgever, bij mijn vorige werkgever, qua mogelijkheden. En ik wilde graag wat meer doorgroeien. Dus vandaar dat ik met de opleiding ben begonnen. Dit is de klas van Han Deeltijd. Een groep professionals die hun ambities najagen. Ze gaan met elkaar in gesprek om hun ervaringen te delen. Met elkaar, maar ook met jou. Dit is Maaike, 26 jaar en student bedrijfskunde. En werkzaam bij een grote bank. Maaike vindt het leuk als elke week anders is. Ze zoekt dan ook altijd naar nieuwe uitdagingen. En dit is Iris, 27 jaar en net afgestudeerd aan de studie bouwkunde. Ze werkte eerst in het onderwijs en 3 jaar geleden begon ze haar carrière in de bouw. Hoe gaaf is dat? Maaike, pak jij de eerste vraag? Ja. Eens even kijken. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Iris van der Graaf en ik werk bij een aannemer. En daarnaast heb ik de studie bouwkunde aan de Han Hogeschool gedaan. En jij? Ik ben Maaike Achterberg, ik ben 26 jaar. En ik volg de opleiding van bedrijfskunde aan de Han en ik werk bij de bank. De volgende vraag. Wat was je reden of de aanleiding om te gaan studeren? Nou, ik liep een beetje vast bij mijn werkgever, bij mijn vorige werkgever, qua mogelijkheden. En ik wilde graag wat meer doorgroeien. Dus vandaar dat ik met de opleiding ben begonnen. Om toch kennis te vergaren en slimmer te worden. Okay. En jij? Ik kom oorspronkelijk uit het onderwijs. Alleen daar miste ik een beetje de intellectuele uitdaging en de doorgroeimogelijkheden. En de bouw heb ik altijd al interessant gevonden. Dus toen heb ik ervoor gekozen om te gaan switchen. En de studie bouwkunde sprak me heel erg aan. Dus daar heb ik uiteindelijk voor gekozen. Hoe bouw je je netwerk op tijdens je studie? Tijdens je studie heb je natuurlijk een klas. En in die klas zitten heel veel studenten die in hetzelfde vakgebied werken. En op die manier bouw je ook een netwerk op met de bedrijven waar zij werken. En jij? Ja, ik heb een hele fijne groep mensen om me heen gekregen. Klasgenoten die me ontzettend helpen met mijn opdracht als ik dat nodig heb. Waarvan ik ook heel erg veel kan leren. Dus ja, dat netwerk dat bouw je heel natuurlijk eigenlijk op. Gaan we naar de laatste vraag. Noem 3 redenen waarom je jouw opleiding hebt gekozen. Ja, een van de belangrijke redenen was dat het in deeltijd kon. Dus zowel je kennis opdoen als werkervaring. Verder de uitdaging vond ik heel belangrijk. En de derde reden is dat anderen en de opleiding mij eigenlijk heel erg enthousiasmeerden om de keuze voor bouwkunde te maken. En ook daadwerkelijk die kant op te gaan met mijn carrière. Bij de Han ontmoet je jouw nieuwe netwerk. Ben je benieuwd naar een van onze deeltijdopleidingen? Kijk dan op han.nl/deeltijd.